In het dorpje Weibos bij Schijndel is donderdagmiddag een hennepplantage aangetroffen in een aantal zeecontainers. In een van de containers was bovendien een hennepdrogerij ingericht. De containers stonden op een perceel achter een woning aan de Veghelse dijk. Alle wietplantages en kweekapparatuur zijn door de politie in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Het is nog niet bekend hoeveel planten er precies in de containers zijn aangetroffen. En ook is niet duidelijk of de eigenaar van het huis ook de eigenaar van de hennepplantage is. De politie is begonnen met een onderzoek.